Hier maken we vlierbessen en citroenvis. En een vlierbessenbloesem die kun je kopen in de natuurwinkel. Om een feestelijk tintje te geven dopen we dadelijk eerst de glazen in wat suiker. Daarvoor persen we eerst citroensap uit. Op een ander schaaltje gaat de suiker. Dan doop je de rand van het glas in citroensap. Dan haal je hem door de suiker. Dit herhaal je natuurlijk voor het aantal glazen dat je hebt. Vervolgens doe je gin. Samen met de citroensap, vlierbloesemsiroop en wat suiker in een kan. Het roer je goed los totdat de suiker is opgelost. Dan gaat de prosecco bij, sorbetijs. Dit roer je goed door. De vis schenk je dan in de glazen. En je maakt het af met een paar reepjes citroenschil. Die heb je natuurlijk eerst goed gewassen. Heb je een prachtig feestelijk drankje.